Het Centraal Bureau voor Burgerszaken, CBB, heeft vanmorgen een ID-booth geopend. De opening is gedaan door minister Bronte Somaharjo en staat in het oud surpostgebouw aan het Kerkplein. De bewoners die ingeschreven staan bij de CBB-kantoren van Paramaribo Centrum en Latour kunnen ook hier terecht voor het aanvragen van hun ID-kaart. Volgens minister Somaharjo is de opening van de booth te danken aan het doorzettingsvermogen van directeur Pukki. De dienstverlening van CBB gaat steeds beter. Ook al willen sommige mensen dat ontkennen. Maar als je iets ziet, kan je dat niet. Het gaat steeds beter. We hebben laatst de e-loket gelanceerd. En daar zijn al een aantal, 15 stuks bedrijven hebben zich aangemeld. Dat betekent dat van die 15 bedrijven die mensen niet meer in de rij hoeven te staan. Maar dat is natuurlijk niet getarget. We gaan ervoor dat heel Suriname zich aanmeldt bij het e-loket. Zodat je op een gegeven moment geen rijen meer staat. Hier ben ik eigenlijk op instructies van de directeur van CBB dat ik het volgende moet zeggen. Voordat wij gaan openen, moet ik ieder oproepen die nog geen EID heeft gemaakt dat te doen. Want volgens de personeelswet moet je, die 2018 volgens mij is geslagen, moet je een EID hebben vanaf je 16e. ID, moet je vanaf je 16e een ID-kaart hebben. We hebben het een aantal keren opgetrokken, nu nog een keer tot januari 2022. Maar we kunnen dat niet blijven doen omdat wij ook aan de wet moeten houden. Dus vanuit deze plek roep ik iedereen om een EID-kaart te laten maken. En als je dat niet doet, dan ga je boete krijgen van 275 SD. De ruimte waarin de ID-boot staat is beschikbaar gesteld door de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Sharon Neraal, Human Resource Manager van de bank, wil de bank graag een bijdrage leveren aan deze positieve ontwikkeling. Het hebben van een digitale ID-kaart is binnen de bankaire sector een must. Onze klanten hebben dit nodig elke keer als ze de bank binnenstappen. Zo zult u bijvoorbeeld een ID-kaart nodig hebben als u geld wilt opnemen, geld wilt storten en alle andere bankaire diensten. CBB heeft recent reeds de toegang tot klantgegevens voor bedrijven een stuk gemakkelijker gemaakt door haar e-loket. De bank zal hier ook dankbaar gebruik van maken. We hopen hierdoor met het oog op financial inclusion de dienstverlening aan onze klanten toegankelijker te maken. Met de opening van deze ID-booth zorgt CBB ook voor een stuk toegankelijkheid voor haar klanten. De bank is altijd blij om een bijdrage te leveren aan deze positieve activiteiten. Bij deze ID-booth kan het publiek terecht voor het maken van een nieuwe ID-kaart. Minister Somaharjo drukt de samenleving op het hart dat het maken van een EID vooralsnog gratis is tot en met januari 2022. Nadien krijgt de aanvrager een boete van 275 SRD.